Nou jongens en meisjes, bij het Stitterman hier. Met de laatste nieuwe luxe die te komen is, nummer 6. Van Ralf Dikmans. Peter Buschots is de scenarist hiervan. Ik ga een beetje mooi Nederlands praten. Voor deze editie. Het is een special edition. Met 40 bladzijden dossier binnenin. Dat is het vervolg. Oh ja, deel vervolg van Steek Stikkerman. Mijn vriendjes worden wakker in de piramide vastgeketend. En ze weten niet wat hen te wachten staat. Want ik wil gans de wereld al de monumenten veroveren. En we zitten onze vlucht te nemen in het heelal. En worden opgezogen door een grote ruimteschip. A la Star Wars. Want ik heb het ogen. Dat is een beurs. Op de beurs laatst kon je deze krijgen. Met Libris erbij. Er zat ook nog een speciale Libris erbij voor de. Hoe noemt dat weer? Auteursexemplaren. Ralf zet er altijd een mooie tekening in. Peter Buschots heeft er ook iets in geschreven. Dossier Monumentale Messer. Het is echt de moeite voor dat ik er in huis te hebben. De cameo's. Wie doet er mee in het verhaal? En toen was er Ari. Dat is Ari de Boskanarie, daaraf mee bezig is. Over een kanarie. Zie je de kanarie? Verhaal van vroeger. Beïnvloeding als leerkracht. Dat is een beetje van alles in dat dossier, hè. Dan een opdracht van een leerling in school. Wat zit hij hier weer in mijn vlog te passeren hier? Ik zie ons vloggen. Bonustekeningen en cartoons staan er ook in. Er wel nog een mooie tekening in. Waar is die hier? Ik ga hem straks een keer tonen. Van Coco Bill. Cocootje Bill. De kerstkaart van het gezin. Kijk, de rode ridder staat er ook in. Hommages en opdrachten. Coco Bill van Chakafuti. Bleek aan Morgander, ja. Crimson Man. Preview van Ari de Boskanarie.
dan bij hen het verhaal, hè. Eerste bladzijde. Nou mag je alles in. En de rest toon ik niet. Je moet hem maar kopen. Je kunt hem bestellen bij Ralf Dikmans Design. Dan krijg je hem rechtstreeks met een mooie tekening in. Gesigneerd. De andere luxus kun je ook nog kopen. Denk ik. Als er nog over zijn, dat weet ik nu niet. Dan moet je vragen naar Ralf. Nummer 1 is ook beschikbaar. Opnieuw uitgegeven. Nummer 1 en 2 samen. Dit was het dan voor vandaag. Vlug naar Ralf Dikmans schrijven om een strip te kopen van Andersman Monumentale Messer. 40 bladzijden dik dossier. Uit in de rolmolen hoort, jongetjes. Hallo. Nou, ben jij een haartje betoeterd? Vroeger zijn ze dat wel zo in Nederland, niet?